We zijn bij de gemeente op gemeentehuis geweest bij de wethouders. En naar aanleiding van dat stuk in de krant. En ik heb met Randy heb ik wat ontwerpen gemaakt. Om het wat aanschouwelijker te maken. Moeilijk. En ze waren een lijn enthousiast, moet ik zeggen. Ja. Het is de bedoeling dat ondernemers een rotonde adopteren, zeg maar. En dan, als ze dat gedaan hebben, dan kunnen ze in contact met ons komen of andere kunstenaars om om eventueel een kunstwerk op te laten maken. Ja. Als het wat kostbaar is, kunnen ze natuurlijk ook met z'n vieren of met z'n vijven. Dan is de bedoeling dat er de naam van het bedrijf bij komt. Zo is het voor de ondernemer ook aantrekkelijk, denk ik. Ja. Randy van Lingen, beeldend kunstenaar. Wat vind je van de rotondes in Almelo? Nou, de rotondes over het algemeen vind ik ze een beetje saai en een beetje onverzorgd eruit zien. Je ziet natuurlijk mogelijkheden om wat moois ervan te maken. En er zullen prachtige beelden op kunnen staan of voorstellingen die ook te maken kunnen hebben met een bedrijf die bijvoorbeeld zo'n rotonde zou willen adopteren. Hoofdzakelijk moet het een mooie uitstraling hebben in de vorm van kunst. Yeah. En nu hebben jullie al een paar ontwerpen gepresenteerd, hè? Ja, dat klopt. Ja. En daar waren ze wel heel enthousiast over. De gemeente en nu proberen de bedrijven daar enthousiast over te laten zijn. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, we gaan via een samenwerking met ons, met de gemeente en de bedrijven die geïnteresseerd zijn. Gaan we in overleg en dan gaan we kijken wat er allemaal mogelijk is.